Het is vandaag vrijdag 1 juni. Dit is Flevoland. A6, hele dag dicht na ernstig ongeluk. Winkel Zeewolde nu ook op zondag open. En vissers klaar voor demonstratie. Goedenavond. Een ernstig ongeluk op de A6 bij Band heeft ervoor gezorgd dat de snelweg de hele dag afgesloten is geweest in de richting van Lelystad. Rond 9:30 botste een vrachtwagen tegen een pijlwagen van Rijkswaterstaat. De chauffeur moest gereanimeerd worden. Personeel van een traumahelikopter verleende medische hulp. De chauffeur is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Omdat de vrachtwagencombinatie de weg volledig blokkeerde, kwam het verkeer erachter helemaal vast te staan. Pas laat in de middag werd de snelweg weer gedeeltelijk vrijgegeven. Alle winkels in Zeewolde mogen in de toekomst op zondag open. En dan ook echt elk weekend. De ChristenUnie, die er lang tegen was, heeft haar verzet gestaakt. Dat bleek vandaag bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. Grote kans dat dit bord binnenkort wordt aangepast. Op zondag de deuren openen is geen verplichting. En welke winkels dat gaan doen zal nog moeten blijken. Maar de vraag die is er in elk geval. We zijn tegenwoordig allemaal druk bezig. Extra werken, meer tijd. En dan is zo'n zondag ook wel handig dat hij erbij zit. Ja hoor, waarom niet? Het is, het is de toekomst, hè? Dus mag mij open zijn. Dat een meerderheid van de Zeewoldenaren voor zondagsopenstelling is, bleek vorig jaar uit een enquête. Politiek gezien lag de ChristenUnie echter dwars. 4 jaar geleden spraken de coalitiepartijen, waaronder de ChristenUnie, af dat de winkels op zondag in principe gesloten zouden blijven. 12 koopzondagen en elk weekend 1 supermarkt open. Dat was de deal. Vandaag werd de nieuwe coalitie gepresenteerd. En hoewel dat dezelfde partijen zijn als de afgelopen 4 jaar, doet de ChristenUnie nu water bij de wijn. Ja, wat is er veranderd? Wij hebben kunnen kiezen met het dilemma van we gaan of mee of we gaan niet mee. En als we niet mee zouden gaan, hadden we geen enkele invloed. En waren de winkels gewoon om 9:00 morgens open en kon winkelend publiek, kerkpubliek tegenkomen. En dat wilden we sowieso voorkomen. En dat is gelukt om het in ieder geval een opening na 1:00 te brengen. Of het over een aantal maanden na 1:00 op zondagmiddag echt druk is in het centrum, dat hangt nu af van wat de winkeliers met de mogelijkheid gaan doen. Wij hebben de capaciteit nog niet, maar dat de mogelijkheid wel geboden wordt, vind ik goed. Maar ik denk dat je echt gewoon je niet alleen naar ons moet kijken, maar de hele winkeliersvereniging. Want je moet met z'n allen een keuze maken over wanneer je wat doet. Want anders heb je het, anders sla je de plank mis. Daar ben ik gewoon van overtuigd. Heel leven lang 6 dagen, 5 avonden gewerkt. En de zondag die ga ik dan ook niet nog eens een keertje open. Nee. U hoeft dat bordje wat op de deur hangt met de openingstijden niet aan te passen? Ik pas het helemaal niet aan. Ja, misschien ga ik het nog aanpassen. Misschien nog een dag minder in de toekomst, maar voorlopig niet. Dit is wel voldoende. Een precieze datum waarop het nieuwe beleid ingaat is er nog niet. De coalitiepartijen hopen op uiterlijk 1 januari. De Floriade krijgt mogelijk een wel heel bijzonder gebouw met een luchtje. Als je uien eet, wat gebeurt er dan in die darm? En hoe beweegt die darm zich dan bijvoorbeeld? En kan je dat levensecht maken? Een beleving voor de mensen die het paviljoen bezoeken. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Tijdens het dorpsfeest van Espol wordt vanavond na 7 maanden bouwen het multifunctioneel sportcentrum feestelijk geopend. De bouw kost zo'n 7 ton. De gemeenteraad heeft ongeveer de helft meebetaald, maar de rest moesten de inwoners van Espol echt zelf ophoesten. Daarom werd er onder meer een grote veiling georganiseerd waar 140.000 euro werd opgehaald. Coördinator Herman Voorland is erg trots. Ja, als je met 1400 inwoners meer dan 140.000 euro ophoest, dan hoef ik niet te vertellen hoe iedereen erachter staat. Hoe iedereen dit stimuleert, hoe iedereen dit graag wenst. Positiever kun je het niet vinden, positiever kun je het dorp niet promoten, want dit is gewoon Espol. Hier moet je trots op zijn, hier moet je trots op blijven. 4 van de 5 mannen die half mei zijn opgepakt bij een grote politieactie in Almere en Hilversum mogen nog 3 maanden langer worden vastgehouden. 1 van hen wordt vrijgelaten. Dat heeft de rechtbank bepaald. De verdachten zouden lid zijn van de motorclub No Surrender of daar nauwe banden mee hebben. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van tientallen kilo's cocaïne naar Engeland. De quiz houdt in dat hier 10 scholen tegen elkaar strijden om de grote wisselbeker. En daarnaast ook nog de beste 2 scholen doorgaan naar de provinciale finale. Ook hier straks in het Agora Theater op 29 juni.
Waarom is het eigenlijk belangrijk dat kinderen van groep 6 de verkeersregels kennen? Het is vaak het eerste moment dat zij echt zelfstandig in het verkeer gaan. Ze zijn vaak een jaar of 10 in groep 6. En juist dan gaan ze echt alleen zonder hun ouders op pad. Dus dan is het belangrijk dat zij de regels kennen. Moet je dan niet gewoon de straat op? Ja, ook. Maar dan is het ook handig voordat je de straat op gaat om de regels te kennen. En de antwoord C, die zie je bijvoorbeeld als je in een auto zit. Hier is het echt eigenlijk alleen maar theorie, maar wel met voorbeelden uit de praktijk. Dus echt, ze krijgen situaties te zien die zij ook in het dagelijks leven tegen kunnen komen hier in Lelystad. Komt het over? Slaat het aan? Pikken ze er wat van op of is het alleen maar een dolle boel? Het is heel belangrijk dat juist een bekende Nederlander dit presenteert. De kinderen kennen hem, dus die zien hem ook als iemand die met verstand van zaken. En waardoor de kinderen extra gemotiveerd zijn om zowel hier aanwezig te zijn als om de regels goed te leren. Weet je waarvoor het is eigenlijk, die quiz? Om beter te leren verkeer verkennen. Ja, dat is. Ik vind het wel belangrijk zodat de kinderen ook kunnen zien en horen wat... Ja, de verkeersregels zijn. Hé, van welke school zijn jullie? Optimist. En, gaan jullie winnen? Ja! Vissers uit Urk en andere visserijplaatsen in Nederland en België bereiden zich voor op een grote demonstratie morgen in Amsterdam. De vissers vrezen voor hun voorbestaan door de aanlandplicht. Daarbij moeten ze ook de kleine, onverkoopbare vis aan wal brengen. En door de bouw van windmolenparken in zee zeggen de vissers te veel visgebied te verliezen. Pers en politici waren uitgenodigd om vandaag vooruitlopend op het protest mee te varen met een viskotter op de Noordzee. De ondermaatse vis die commercieel niet interessant genoeg is, kan nu nog overboord worden gegooid. Maar daar komt met de aanlandplicht een eind aan. En die kleine vis die is gewoon springlevend en die moet straks gewoon allemaal aan land gebracht worden. Die moeten hier onder in het schip, moeten die dus eigenlijk gewoon bewust doodgaan. En dan aan land gebracht waar geen markt voor is, waar niemand op zit te wachten. En eigenlijk moet dat gewoon weg, die wet. Ja, de aanlandplicht is gewoon een gedrag van een regelgeving. Want babyvisjes die wij dan meevangen, die moeten we dan meenemen en die gaan dan dood. En als we ze weer overboord mogen gooien, dan overleeft gewoon een percentage... van die vis overleeft gewoon. Maar dat is nog maar de vraag. Door de aanlandplicht zouden vissers meer gestimuleerd worden om de babyvis helemaal niet meer te vangen door gebruik te maken van innovatievere vismethoden. Maar dat gebeurt al, zegt visser Jan de Boer. Hij maakt bijvoorbeeld gebruik van pulscore, waarbij de vissen op de bodem worden opgeschrikt met stroomstootjes en zo het net ingaan. Wij zien er gewoon dat we stukken minder babyvis meevangen, kleine visjes. Dus het is eigenlijk al een innovatief tuig. Maar helemaal tot nul, dat is onrealistisch, zegt u? Nee, dat nul dat gaan wij gewoon niet voor elkaar krijgen. Wat de vissers ook steekt, is de bouw van windmolenparken in de zuidelijke Noordzee. Daarmee krijgen zij een fikse dreun te verwerken, zegt de organisatie Eendracht Maakt Kracht, waarbij meer dan 100 visserijbedrijven zijn aangesloten. Ja, die windmolenparken, dat is, het is vanzelf allemaal een grote geld waar we tegen moeten vechten. Maar dat we misschien nog wat inspraak krijgen waar die parken mogen of kunnen staan. Wij weten wel plekken in de Noordzee waar wij niet mogen vissen. Nou, zet daar dan de parken neer. Naar verwachting varen zo'n 15 schepen morgen naar Amsterdam en verzamelen zo'n 700 vissers zich op het Stationsplein om te demonstreren. Waaronder veel Urkers en ook wethouder Geert Post uit het dorp is erbij. Ongeveer de helft van onze beroepsbevolking is werkzaam in zowel de visserij als visverwerking. Ja, die worden hier allemaal mee geconfronteerd en door getroffen. Ja, het is voor Urk. Als we geen tong meer gaan vangen, dan, dat is gewoon een, dan houdt het gewoon voor ons op. Dan hebben we geen bestaansrecht gewoon meer. De protestmars start morgen om 12 uur in Amsterdam. En de vissers lopen dan vanaf het Stationsplein naar de Dam. Zometeen, Jessica Martens verhuisde van Hilversum naar Almere. En haar omgeving begreep daar helemaal niets van. Nou ja, voor je dode dood niet gevonden worden. Hè? Daar wil je toch niet wonen? Criminaliteit. Geen goed onderwijs, geen werk. De Floriade in Almere krijgt een poeppaviljoen. Tenminste, als het aan bouwer Van Wijnen, Yakult en de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland ligt. Die hebben samen het plan voor zo'n gebouw ingediend. Het paviljoen wordt gebouwd in de vorm van een darm.
Bezoekers worden binnen 10 minuten geïnformeerd over gezonde voeding en een goede werking van de darmen. En dat moet ook nog een beleving worden. Als je uien eet, wat gebeurt er dan in die darm? En hoe beweegt die darm zich dan bijvoorbeeld? En kan je dat levensecht maken? Een beleving voor de mensen die het paviljoen bezoeken. Initiatiefnemer Karin Semp van de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland denkt dat het thema goed bij de Floriade past. Nou, het heeft een relatie, de darmgezondheid, met voedsel. En voedsel en gezondheid zijn toch echt de thema's van de Floriade. Denk aan healthying en feeding. En, gezond voedsel. En vandaar dat wij die combinatie hebben gemaakt en ook partijen daarvoor hebben gevonden die dat omarmen. Het poeppaviljoen gaat een paar miljoen euro kosten. Het wordt bekostigd door de bouw van appartementen bovenop het paviljoen. 30, 40 tot appartementen. En misschien dat die ook wel een relatie krijgen met het paviljoen. En dat gaan wij ook verder uitwerken. Dat de mensen die daar wonen misschien wel darmklachten hebben. Of dat hun toilet of de zaken die worden doorgespoeld ook nog wel ergens voor gebruikt gaan worden. Na de Floriade krijgt het paviljoen een andere bestemming. We willen het behouden als een expertisecentrum. En wij zijn ook in overleg met het Flevo ziekenhuis om daar verder vorm aan te geven. Een expertisecentrum, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat patiënten met buikklachten daar terecht kunnen om advies te krijgen om hun probleem op te lossen. Ontwikkelaar Amvest, die door de gemeente is aangewezen om het Floriade-terrein te ontwikkelen, moet het plan nog goedkeuren. In 2 gemeenten in Flevoland zijn gisteravond de nieuwe wethouders geïnstalleerd. In Almere en Dronten werd de eed of de belofte gedaan. In Almere bestaat het nieuwe college uit een aantal bekende gezichten en een paar nieuwkomers. De 3 nieuwkomers van buiten de provincie zijn... Mijn naam is Aldrik Dijkstra, van de ChristenUnie, 42 jaar, wethouder van Almere, hiervoor wethouder van de gemeente Sliedrecht. Jan Hoek, GroenLinks, ik woon nu in Amsterdam en straks in Almere. Maaike Venia, ik word wethouder namens D66. Verder zitten in het college Hilde van Garderen van de VVD, Jaap Lodders, ook van de VVD, Jurgi Soetekau van de PvdA... En Tjeerd Herrema, eveneens van de PvdA. Hij is de enige wethouder die ook in het vorige college zat. En hij blijft net als toen verantwoordelijk voor de Floriade. En ook in Dronten is het nieuwe college van burgemeester en wethouders gisteravond geïnstalleerd. Het college daar bestaat uit Jaap Oosterveld, ChristenUnie, Irene Korting, VVD, Ton van Amerongen, ook VVD, en Peter van Bergen, Leefbaar Dronten. Voor het eerst in Dronten een college zonder het CDA. Dat heeft te maken met een ruzie vorig jaar. Het CDA trok de wethouders toen terug uit het college. En het vertrouwen is nog steeds niet terug. Het beeld dat veel mensen bij het syndroom Gilles de la Tourette hebben... bestaat vooral uit vloeken, maar dat klopt niet. De meeste patiënten hebben een tik en bewegen bijvoorbeeld hun arm... door die arm soms wel duizenden keren per dag te bewegen. Hinderlijk en vervelend. De 22-jarige Jaira uit Almere heeft ook zo'n tik en vraagt daar aandacht voor. Jaira van Nielen strekt duizenden keren per dag haar nek. Haar spieren staan constant onder spanning. En ze heeft daardoor altijd pijn. Lichamelijk is het heel vermoeiend omdat mijn spieren constant aanspannen. En mijn nek gewoon echt, nou niet stuk is, maar wel helemaal vast zit en pijn doet. En knopen en zo. En het is ook best vermoeiend om... Het psychische aspect, omdat je heel veel moet uitleggen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Pas op 19-jarige leeftijd komt Jaira erachter dat ze Gilles de la Tourette heeft. Jaira is voor 100% afgekeurd en zit thuis. Ze merkt dat er nog veel onbegrip is over haar aandoening. Ik ben nagedaan in de trein door een volwassen mevrouw met kinderen. In ieder geval, ik denk dat het haar kinderen waren die ernaast zaten. En ik ben ook wel eens een winkel uitgestuurd, omdat ik te veel geluid maakte. 1 op de 100 Nederlanders heeft Gilles de la Tourette, maar er is nog veel over onbekend. Omdat men hoopt dat de samenleving de ziekte serieuzer gaat nemen, start zondag de Total Tourette Challenge. Iedereen wordt uitgedaagd om zelf ook 100 keer achter elkaar je armen te strekken. En dat dat zwaar is, blijkt wel uit het filmpje. Ik merk dat mensen pas echt iemand kunnen accepteren of het gedrag kunnen accepteren als ze het helemaal begrijpen. Ik vind kinderen meestal het leukst, omdat die vinden het ook gek. En dan zeg ik ook, ja, gek hè? Ja. En dan zegt ze, ja. En dan leg ik uit wat het is. Zeg, oh, maar dat is niet gek. Jouw hersenen zijn gewoon een beetje stuk. Ja. De benauwdheid is inmiddels weer uit de lucht. Lekkere temperaturen dus van het weekend om erop uit te trekken. En dat doen we natuurlijk met de weekendtips van Larissa de Heus. Larissa,
Allereerst gaan we het water op, hè? Ja, zeker. Dus we hebben wel een beetje wind nodig. Want in Almere hebben ze de Almere Regatta. Dat is een zeilwedstrijd. Of nou ja, meerdere zeilwedstrijden eigenlijk. En daar kun je ook naar een leuk marktje toe. Want het is niet alleen maar de zeilwedstrijd. Je kan daarnaast ook nog even lekker een borreltje drinken. Dus het is wel dat je ook aan de kant wat te doen hebt. Mm-hmm. En ja, met dit weer is dat natuurlijk fantastisch. Want bij het water is het nog steeds lekker. En, heerlijk. Ja, ik heb gelijk zin om het water op mooi. Te gaan. Precies. Of naar het strand te gaan. Of naar het strand. Dat kan ook. Want in Zeewolde hebben ze het Beach Festival. Het Beach Festival bestaat ook uit marktjes met bijvoorbeeld foodtrucks en nou ja, een cocktailtje hier en daar. Mm-hmm. Maar dan kan je ook lekker genieten van de muziek die er is, want DJ Barry Paf komt langs. Dus dat is natuurlijk al heel erg leuk. En voor de kids hebben ze ook verschillende activiteiten. Dus een beetje golf en springkussens en dergelijke. Wat wil je nog meer op het beste strand van Flevoland? Ja, precies. En On the Spot. On the Spot, ja, dat is een skate-evenement. Ja. Daar kun je dus gewoon meedoen aan een soort wedstrijd. Dat gaat om obstakels en trucjes die ze natuurlijk doen. En in dit weekend hebben we aan de Nagelerweg in Emmeloord dan de eerste On the Spot. Want er zijn meerdere in verloop van de tijd. En deze wordt echt officieel geopend, dit park, omdat het nieuw is. Want die is van de Urkenweg naar de Nagelerweg gegaan. Nou, ik ga eerder voor het strand en het zeilen, als je het niet erg vindt. Ja, toch? Ik zelf ook hoor. Dankjewel Larissa, tot volgende week weer. En alle tips vind je op onze site omroepflevoland.nl en natuurlijk ook op onze Facebookpagina. Verhuizen naar Almere. Voor mensen vanaf het oude land is dit vaak een hele stap. Want het imago van Almere is toch nog steeds dat het er een beetje saai en leeg is. Theatergroep Suburbia uit Almere heeft er een theaterstuk over gemaakt. De groep sprak met 100 nieuwe Almerers voor inspiratie. Een van de mensen die in het stuk meespeelt en haar eigen verhaal vertelt is Jessica Martens. Jessica Martens woont sinds 1 jaar met haar gezin in Almere Buiten. Hiervoor wonen ze in Hilversum. Almere voelt thuis, met onder andere meer ruimte en een veilig gevoel. In Hilversum vonden we het niet meer zo veilig in de straat. We hadden zoiets van, nou, de kinderen kunnen niet zo lekker spelen. Waar gaan we naartoe? En toen namen we eigenlijk ook gewoon mee overweging van, nou ja, kinderen die horen ook gewoon open oom in de buurt te hebben. Die van mij die wonen niet in de buurt. Dus toen namen we eigenlijk gewoon de ouders van mijn vrouw. Die wonen hier wel in de buurt, die wonen hier 5 minuten vandaan. Ik ben opgegroeid in Den Helder. En Den Helder heeft ook iets heel wijds. En het is heel groen. En toen ik in Almere kwam, de eerste paar keren, toen stond ik daar bij de Lage Vaart en toen waaide het heel hard. En toen dacht ik van, hey, voel ik me thuis. Dit is fijn. Daar vond ik nog niet de plek waar ik me thuis voelde. Toen is er 1,5 jaar overheen gegaan. En toen kwamen we uit op dit huis. En toen is het heel snel gegaan. Heb je nog moeten verdedigen bij mensen dat je naar Almere ging? Ja, nog steeds. Ja, alles wat je maar kan bedenken, wat aan negativiteit zeg maar, er is en heerst, die heb ik wel voorbij horen komen. Maar ik heb daar een beetje lak aan gehad. Ik ben echt voor het huis gegaan en voor het geluk van mijn gezin. En nog ondervind ik wel de negatieve naam die Almere heeft. Maar ik denk dat dat echt gedateerd is. Maar wat hoor je dan? Nou ja, voor je dood niet gevonden worden. Hè? Daar wil je toch niet wonen. Criminaliteit. Geen goed onderwijs. Geen werk. En had je dat zelf dan niet, dat beeld? Nee. Ik ging er echt heel blanco in. Ik was wel eens in Almere geweest. Door de straten die ik fietste en reed, dacht ik alleen maar van, nou, wat is het hier wijds en groen. Heel anders dan Hilversum. En Hilversum had ik wel heel veel moois hoor. Dat is echt wel. Maar als je het hebt over woongenot, heb ik hier meer woongenot. Is er iets wat je mist in Almere? Misschien de kern van haven, zeg maar, Almere Haven. Met van die oude bruine kroegjes en dat soort dingen aan de kern. Dat mis ik wel in Almere Buiten. Je hebt wel wat kroegjes waar je lekker kan zitten. Je hebt ook eetentjes, maar er is toch een bepaalde gezelligheid of gemoedelijkheid die ik mis. Je moet het echt opzoeken. Een beetje geschiedenis, denk ik. Een beetje. Nou, je geschiedenis is, die maken wij nu, hè? Met de nieuwe Almeerders en de oude Almeerders. Wij zijn geschiedenis aan het schrijven voor een van de jongste plekken van Nederland. Dus de geschiedenis wordt nu geschreven. En daar mag ik onderdeel van zijn. En de voorstelling Almere, mijn thuis, gaat in première op 8 juni. Volgende week vrijdag dus in de Glasbak in Almere. En dit was Flevoland voor vandaag. Straks het weer met Diana Woei. En daarin de uitleg waarom Lelystad de afgelopen maand telkens de warmste plek van Nederland was. Onterecht nu blijkt. Heel goed weekend en
tot morgen. Bye.